ook hartstikke mooi dat we hier gewoon als tjoetjoes bij elkaar kunnen zijn. Groep om allereerst onze band te versterken. Omdat wij als ADKK beetje bij beetje toch de taken willen overnemen van onze ouders die ze nu dragen. Want wij als derde generatie hebben in de toekomst de taak om onze familie bij elkaar te houden. Hoe willen wij dat doen? Nou, allereerst begint het natuurlijk bij onszelf. Wij als broers en zussen, we moeten één front vormen. En op elkaar kunnen terugvallen wanneer het nodig is, in goede en in slechte tijden. Om op elkaar te kunnen terugvallen, moeten we elkaar nog beter leren kennen. En dat gaan we nu dus doen. Want onze basis moet goed zijn. We moeten weten hoe de dingen horen. En ik denk bij de basis ook natuurlijk aan onze cultuur. Dat is natuurlijk ook een ander aspect, hoe we onze familie bij elkaar houden. Ik denk bij cultuur aan tradities, normen en waarden die we hebben meegekregen van oma, van onze ouders. En deze doen ons inzien wat de waarde en de kracht is van onze familie. En dat laat zien waar we voor staan en waar we ons voor moeten inzetten. En dat moeten we ook doorgeven, of zouden we moeten doorgeven, aan de volgende generatie. Hoe is het idee ontstaan? Eigenlijk meer door het besef dat onze ouders steeds ouder worden. Ik vind het belangrijk om over bepaalde familietradities, normen en waarden na te gaan denken. En daarom zijn Twan en ik op het idee gekomen om dit te doen samen met de kleinkinderen van Soepit Matekoepang. Maar met zo'n genogram wordt het dus laten zien wat bijvoorbeeld bepaalde gebeurtenissen. Weet je wat er gebeurd is? In elk gezin is er wel wat gebeurd. En doordat wij het visueel maken, kan iedereen zien wat wij als familie hebben meegemaakt. Wat komt hier te staan? Opa. De volgende vraag. Yes! Ik zei het eerder. Wat zei je, zeg maar? Oom Willem. En weet je hoe oom Willem heet, voluit? Nee. Nee. Deze dag, de eerste van een reeks, staat in het teken van lijn zijn lijn, wat oma altijd zei. Lijn zijn lijn betekent voor elkaar zijn en voor elkaar zorgen. En door middel van het dialoog willen wij erachter komen wat lijn zijn lijn voor een ieder betekent. Wat wij graag willen meegeven is dat we elkaar moeten respecteren en accepteren, ondanks dat we verschillend zijn. En dat we voor elkaar klaarstaan in zowel goede als in slechte tijden.